tot 86 kilogram, vijfde bij de Europese kampioenschappen, derde bij de Olympische Spelen in Seoul in 88. En hij neemt het op tegen Vladimir Alexandrov. En u zult begrepen hebben, dat is een Rus. En Russen zijn niet te berekenen. Ze hebben dozen vol van die mensen. Zijn altijd sterk. Deze man heeft al veel toernooien gewonnen. Als kampioen van Rusland. Hij komt van de sportclub Orient Leningrad. En een schouderworp aan de kant. En u ziet hoe makkelijk die Rus eruit stapt. Het is Mate, zegt de scheidsrechter Harry Wolders uit Melik. Stop maar en terug naar het midden toe. En zijn Rus is niet in te schatten. Je weet eigenlijk niet hoe sterk die is. En heeft nog nooit tegen Ben Spijkers gejudo'd. Ben Spijkers met de rode centuur aan de rand. En hij wordt makkelijk opgevangen door Alexandrov. Mate, zegt Harry Wolters, het is terug naar het midden toe en Ben Spijkers begint weer zijn gevecht tegen Alexandrov. Het is duidelijk dat hij die partij wil winnen. Hij is heel voorzichtig, de man die inmiddels 15 keer kampioen van Nederland is. Tweede bij de wereldkampioenschappen in Belgrado. Hij doet het rustig aan en aan die rand is hij altijd gevaarlijk. En nu heeft de Rus de band vast en dan ben je oersterk. En het is bekend dat die Russen dan sterk zijn. En Ben Spijkers scoort hier een yuko. Maar dit is het er niet helemaal mee eens aan de kant. Het kan ook een koka zijn, een klein resultaat. Maar het werd een yuko, een wat groter resultaat. En Ben staat op voorsprong. En dan is het tijd. Ben Spijkers wint de klasse tot 86 kilogram van Vladimir Alexandrov. En dat is een mooie opsteken natuurlijk als je morgen naar Japan vertrekt met Meijer en met Wurt.